Paul Somohardje, voorzitter van de Partij Louvour, viert vandaag de 81ste verjaardag. In dat kader werd er in het partijcentrum een persconferentie gehouden over de politieke school die binnenkort zal bestaan. Volgens de voorzitter is het nodig om participanten de juiste informatie te geven. Ik heb u uitgenodigd in verband met mijn 81ste jaardag. Dit keer gaan we rustiger vieren. Straks nog meer waarom rustig. Maar ik ben de partij bijzonder erkentelijk en dankbaar dat de partij mij een cadeau, als cadeau krijg ik hier een PL-training. Ik ben dus een PL-academie, wat is op hoog niveau. Ja, en u gaat straks concept van krijgen van wat wij graag willen. Want waarom doen we dit? Omdat wij ons streven niet alleen naar kwantiteit. Ja, de kwantiteit, dat is meer dan genoeg. En dat gaan we demonstreren op 25 mei dit jaar. Een trailer van de groei van de partij. Zoals je weet, een trailer van de overwinning van de partij. Maar ten aanzien van de training, mijn ervaring is telkens bij onderhandelingen. Ze kijken neer op PL. Ik kom nog heugen toen de heer Weilenderm nog leefde. Waar werkt hij? Welke waarom heeft hij? Hij heeft wel een waarom, maar is toch te anders. Ja. En vandaar ben ik blij met de verrassing, het is geen verrassing, dat ik het cadeau krijg om dan onze kaders te trainen. Ik heb de mensen verplicht, allen die dan in de politiek willen komen, allen die kandidaat willen zijn, het CRR, het CDR, het CDNA, het C-minister, en van politieke aan, moet de school volgen. Ja, de training voor wie het niet volgt, ga ik echt niet voordragen als voorzitter. Het is een mis, een verplichting. Want het kan niet zo zijn dat ik in het parlement ben, alleen omdat ik kan kletsen, alleen, maar omdat ik verstaan heb. Je hebt verstaan van beleid. Kijk naar mijn langer dan 50 jaar ervaring. Ik kan dat uitdelen. De voorwaarden. Ik zelf ga de heer Eska, de trekker, u meer vertellen. Ja, maar als voorwaarde hebben we gesteld, als inschrijving voor de topkaders is 500 SRD en voor de middenkader is 250. Ja? En de maandelijkse bijdrage is voor de topkader 100 en voor de middenkader 50 SRD. Wij geven de garantie. Op het moment dat u het kunnen volgen, want de training is van 2 mei, van de islantie. We beginnen 6 mei, maandag, tot en met 4 december. U krijgt met een certificaat en zijn garandeerd voor een goede toekomst. Of we in de oppositie gaan, of waar dan ook, maar ze krijgen van de PL een goede garantie, goede toekomst. We hebben hier als docenten mevrouw Jaharia. Ja, mevrouw Jaharia geeft dan CV. Ja? En mevrouw Gangadin. Ja, mevrouw Gangadin. Verder hebben wij voor de heer Brandon. Mevrouw Jaharia geeft Nederlands en mevrouw Gangadin geeft communicatieve vaardigheden. Ja, mevrouw Jaharia geeft communicatie. Nee, Nederlands. Nederlands. En mevrouw Gangadin, communicatieve vaardigheden. Communicatievaardigheden, ja, want je moet kunnen communiceren, ja, met vooral met uw achterban. En dan zie ik hier de heer Brandon, die geeft die P is. Democratie en politiek. Democratie en politiek. En dan heb ik mevrouw Sari Guno, die geeft overheid financiën, ja, OF. En dan heb ik mevrouw Habib en mevrouw Koolisser, die geeft dan bestuursrecht. En mevrouw Julia en mevrouw Sabitri, die geeft dan public speaking. Public speaking. Ja, spreken in het openbaar. En dan heb ik weer Alku, die geeft OM. Overheidsmanagement. Overheidsmanagement, dat is geen openbare ministerie, overheidsmanagement. En de heer McDonald. Ja. Leiderschap en werken in teams. Wetenschap en werk in team. Verder hebben wij gastdocenten. Ja, we hebben professor Jabini, we hebben anderen, politieke toppers, die bereid zijn als gastdocent om de trainingen te geven.
Verder hebben wij voor degenen die willen, dat is niet verplicht, want je weet wel, de partij is een nationale partij. Dan hebben wij ook het Javaans ingelast, omdat het Javaans de fundament, de basis, meer Javaans zijn. Dus niet alleen PL, aan te zeggen, maar ik ben nationaal, maar je moet daadwerkelijk dat je nationaal zodanig moet zijn. Kijk, wij hebben kunnen aantonen niet dat wij de niet-Javaan alleen gebruiken of misbruiken. We hebben ze de nodige training gegeven, we hebben de waardering gegeven. We hebben voor de niet-Javanen hebben we het genoeg politieke toegevoegde waarde. In het verleden hebben we zelf de eerste inheemse vrouw, mevrouw Kajuramari, als kandidaat, DNA. Mevrouw Sandra Lee. Ook als kandidaat DNA, kan DNA. Mevrouw Abigelia Kui als onderminister, mevrouw de heer Kieten is Hindustan, die is ook tot DNA. Zodoende hebben wij iedereen demonstratief kunnen laten zien dat wij PL geen misbruik maken van de niet-Javaan of alleen gebruik om stemmen te vergaren. Verder gaat de directeur op de trekker van de opleiding verder die de nodige informatie geven. Nasir Eskak nuanceerde de informatie over de politieke school. Ik zal dan even wat uitweiden op wat de voorzitter heeft aangehaald, dat de partij voornemens is om ook in het kader van zijn jaardag een hoger en middenkader opleiding te laten verzorgen voor de leden van Partij Luhur. Ik wil even het curriculum hier voorschijn halen. Ja, zoals de voorzitter heeft aangegeven, zijn er dus vijf vakken. Vier vakken die dan voor de periode van zes maanden verzorgd zullen worden. De eerste lesdag zal aanstaande maandag 6 mei zijn. Ja, waarbij op de maandag en de woensdag de middenkaderopleiding zal starten. En op de dinsdag en donderdag de hoger kaderopleiding. Er is een vak extra toegevoegd ook, en dat is de Javaanse taal. Maar dat is een vrijwillige vak die dan op de zaterdag van 16:30 tot en met 18:30 verzorgd zal worden. En wel hier het PL-centrum. Voor wat betreft de midden- en de hoger kaderopleiding zal de locatie morgen bevestigd worden. We hebben ruim 50 kandidaten die zich hebben opgegeven voor de hoger- en middenkaderopleiding. En we zijn voornemens om dan te kijken hoe wij twee lokalen op een school voor die periode van 6 maanden kunnen huren voor het laten verzorgen van de verschillende vakken daarnet genoemd door de voorzitter. Het gaat met name om de vakken communicatievaardigheden, Nederlands, democratie en politiek, overheidsfinanciën, overheidsmanagement. En daar hebben wij leiderschap en werken in teams. Ja, ik denk, en public speaking. Ja. En dan hebben we ook nog als laatste bestuursrecht, wetgeving en wijziging, kiesregeling, die heel actueel is op dit moment. En dat zijn de vakken die dan verzorgd zullen worden met de bedoeling dat wij de leden van de partij hiermee handvaten kunnen aanreiken. Zodat wanneer zij ook een beurt krijgen om op het podium hun ideeën te vertolken, dat zij dat dan hiermee hopen wij beter kunnen doen. U weet, het land is bezig te klimmen uit een financieel-economische crisis. En we zijn van mening dat de bijdrage van elk een daarbij zeker kan helpen om dit land zo snel als mogelijk weer op de goede rails te plaatsen, zodat de ontwikkeling en vooruitgang van dit land dan gestadig voortgang kan vinden.